Hey! Nou, vandaag gaan we wasraten maken. Je ziet natuurlijk al verschillende keren voorbij komen dat eigenlijk, ja, in de bijenkast is dit waar alles om draait. Hier doen ze de voedsel in opslaan, hier doen ze eitjes in leggen, hier doen ze stuifmeel in. Alles draait bij de bijen eigenlijk om de wasraten. En dat de imker die aanbiedt, meerdere naast elkaar. En daarmee kan de imker ook de bijen enigszins sturen. Deze kun je kant-en-klaar kopen, heb ik in het verleden ook gedaan. Maar door een, ja, een redelijk schandaal in de bijenwereld zat er op een gegeven moment vervuilde was tussen. Het schijnt een aantal jaar geleden ook al een keer te zijn geweest. Dat heeft me heel veel bijen gekost en heel veel volken gekost en wil ik gewoon nooit meer. Dus toen heb ik besloten, vanaf nu ga ik zelf mijn eigen was maken. Het is wel een klusje altijd. Maar goed, we hebben de zaterwagen, dan ben ik geopend. En sommige zaterwagen, zoals vandaag, verwacht ik eigenlijk niet heel veel drukte. Dus ga ik gewoon lekker zaterdag wasramen maken. En als het toch gezellig wordt, drukker wordt, zetten we de boel gewoon eventjes uit. Gaan we gezellig koffie drinken en gaan we daarna een keer verder. De voorbereidingen beginnen altijd redelijk ruim van tevoren. Eerst flink wat voorraad was maken. En de avond van tevoren zet ik deze soepketel, heb ik daarvoor gekocht. Die zet ik dan fijn op een tijdklokje. Want het duurt een heel aantal uren voordat die gesmolten is. Terwijl ik nog in bed lig, begint mijn soepketel al te werken. Dan krijgen we, zoals nu, een keteltje vol was. Tegen de tijd dat ik deze op heb, is de ochtend ook wel voorbij waarschijnlijk. Dan ga ik nog heel eventjes de rest van de spullen klaarzetten. Nou, dit is dus mijn persje. Om raad te persen. Dat doe ik normaal met twee handen, dus ik weet niet helemaal of dit goed gaat, maar we gaan het proberen. Hier heb ik mijn ketel met gesmolten bijenwas. Oftewel mijn bijensoep, maar dat is gewoon onzin uiteraard. En dan pak ik weer een, ja, iets minder dan een halve lepel. Een beetje laten uitlekken. Dan kiep ik het hier aan de achterkant tegenaan. Dit is een beetje schatten elke keer. En nu maak ik hem rustig dicht. En dan duw ik hem door. En dan zie je aan de voorkant komt de was vrij lopen. Dat betekent dat hij helemaal vol zat. Dat is ook de bedoeling dat dat zo gebeurt. Nou, en dan haal je de restjes eraf. Wat ik weer herinner dat het met twee handen veel makkelijker werkt altijd dan met één hand. Goed, ik heb er maar twee. En als je deze nu openmaakt, als het goed is, zit er een mooie nieuwe raad in. Die je makkelijk uit kunt pakken. Deze wordt klaargelegd om te snijden. En de volgende ga ik weer gieten. En op die manier kun je langzaam maar zeker toch mooie stapeltjes maken. Nou, voor het financiële gewin hoef je er verder niet te doen uiteraard. Maar toch, als je even doorwerkt, een paar uurtjes, heb ik toch 5 kilo weten te maken. Ik ga daar even verder, ga nu even een hapje eten. Ja, nogmaals, financieel gewin, daar hoef je niet voor te doen. Dezelfde hoeveelheid was bestel je voor een pak een beetje 100 euro. Maar deze was, hiervan weet ik wel zeker dat hij in eigen kasten komt en dat hij verder zuiver is en dat er geen rare dingen mee gebeurd zijn. Dat is mij de hele reden dat ik zelf mijn wasplaten pers. Dit was weer een vlog, dit keer dus over het wasraten persen. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En tot de volgende. Goedjes! Thank you.